Welkom allemaal bij Hotel Maria Kapel. Mijn naam is Tirza, ik ben artistiek leider. And to those watching the Instagram live that don't understand Dutch, this evening, this gathering will be held in Dutch. Wij zijn heel blij dat we na 10 maanden dicht geweest te zijn, de deuren weer openen. Ik merk dat het me een beetje ontroert. En dat we hier fysiek met elkaar ruimte delen, met een kleine groep mensen. Een heel warm welkom voor onze spreker van deze Art History School vandaag, Iskra Vuksic. En Artist in Residence, Setara Nourani en Met Plezier. Ik zal eerst kort het project Shelter in Place, Shelter in Solidarity van Setara en Met als duo SMET genaamd introduceren. Daarna zal ik Iskra introduceren, waarna zij het woord neemt, voor haar associatieve, architectuurhistorische en architectuurtheoretische en persoonlijke lezing Enter Exit. Die overigens ongeveer 35 minuten duurt, waarna ruimte is voor uitwisseling tussen Iskra, Setara en Met, maar ook van vragen van jullie die hier zijn, of vragen als je kijkt via Instagram Live, kan je de vragen typen en dan kunnen we ze zien en herhalen aan Iskra of Setara of Met. Of als jullie hier vragen hebben, steek gerust je hand op en vraag raak. Wij bevinden ons midden in het jaarprogramma On Shelter, dat kunstenaars en cultuurbeoefenaars uitnodigt om na te denken over waar en hoe we kunnen schuilen en opgevangen kunnen worden. Waarvoor hebben we onderdak nodig en hoe zouden onze nieuwe onderkomens eruit kunnen zien? In hoeverre is onderdak zoeken en bieden politiek? Kunnen we onze schuilplaatsen voorstellen die poreus zijn, spiritueel, die relaties en uitwisselingen aangaan met verschillende werelden? Wat zouden deze werelden kunnen zijn? Wij, onze artists in residence en daarbij onze bezoekers, onderzoeken dit jaar de noties thuis en veiligheid, moederschap en reproductieve arbeid, klimaatrampen en transheid en slaap. Ik zou ook graag dit publiek moment, niet alleen van samenkomst, maar ook van heropening, gebruiken. En niet enkel omdat we het hebben over noties als shelter, onderdak, schuilplaats en veiligheid, maar als mensen en als open huis. Uitdrukken dat wij in deze ruimte die we delen, waar we elkaar ontmoeten, geen racisme, white supremacy, antisemitisme, islamofobie, homo- en transfobie tolereren. Shelter in Place, Shelter in Solidarity. Als duo onder de naam SMET onderzoeken Setara Nourani en Met Plezier de notie van onderdak of shelter, zoals die wordt geboden binnen een gemeenschap of juist niet. Op wat voor manier zijn onzekere tijden van invloed op de mate en manier waarop we elkaar onderdak, zowel typologisch als metaforisch, bieden en mogen ontvangen? Zeker in een wereld die hyper-individualistisch is en wordt getroffen door een aanhoudende pandemie. Gedurende hun residency verkent SMET diverse aspecten van deze vragen binnen de context van Horen, haar geschiedenis en haar omgeving. Aansluitend op dit onderzoek, waarvan achter je ook een nou ja, hoe zouden jullie het noemen? Het is geen samenvatting, het is hier staat amplifying, amplificatie van dat onderzoek. Organiseert SMET verschillende workshops en samenkomsten die deelnemers actief met elkaar in gesprek laten gaan over de cohesie en samenwerking als vorm van onderdak of shelter, als ook de urgentie om hier constructiever invulling aan te geven. Er was bijvoorbeeld een kinderworkshop Bouw je eigen shelter met de kunstenaar Navid Nuur. Ook worden er collectief en collaboratief posters, postkaarten en zines gemaakt, spoken word geschreven en gekookt in samenwerking met lokale initiatieven en organisaties zoals Stichting Netwerk en hun Mama Café. Uiteindelijk is SMET bezig met het collectief bouwen van een mobiele infostand, een door Horen reizend casco-object dat steeds verder gestalte krijgt. Het steeds verder gestalte krijgt aan de hand van ontmoetingen en dialoog.
En deze groeiende, migrerende installatie zal onderdeel uitmaken van de zomertentoonstelling in HMK, Missing Homes, gecureerd door Danai Gyanoglu en die heel groot zal openen op 3 juli. Iskra. Iskra Vuksic is een Nederlands-Kroatische schrijver, geboren in Joegoslavië, en kunstenaar met een achtergrond in kunstgeschiedenis en stedelijke culturen, en een MFA heeft in Designing Democracy van het Sandberg Instituut in Amsterdam. Haar geschreven en beeldende werk beweegt zich tussen persoonlijke notities en maatschappelijke observaties, met een bijzondere interesse voor arbeiders, migratie en geschiedschrijving. Haar teksten werden gepubliceerd in Metropolis M, Public Art Amsterdam en Studio LA. En samen met Ekaterina Volkova creëert ze immersieve installatie-performances als het artistieke samenwerkingsverband Vuksic en Volkova. Iskra, ik geef jou verder het woord voor Enter Exit. Dankjewel, Terza, voor de inleiding en de uitnodiging. En ook Sitare met en Rick, bedankt voor de uitnodiging. Ik ga jullie een verhaal vertellen over Shelter. Shelter als de rode draad door een tal van onderwerpen heen. Uitgezocht vanuit notities die ik vond in mijn eigen archiefjes, observaties en familieanekdotes. En langs allerlei vragen over wat Shelter betekent en kan betekenen. Ik vind het heel mooi in de inleiding van Smet in typologische en metaforische zin. Ik denk dat dat ook voor mij geldt. De afbeeldingen die afspelen, of niet, even kijken. In principe gaan ze automatisch, misschien dat ik hem af en toe stilzet omdat het heel snel gaat. Het is eigenlijk een loop. Dat zijn visuele associaties die horen bij dit verhaal, die mag je aan je voorbij laten trekken. Misschien dat er af en toe nog een soort grappige spanning tussen komt van wat ik vertel en wat je ziet. Ik ga niet over de afbeeldingen zelf praten. Ik begin met een verhaal. In maart 2020 werd ik op mijn zaterdag wakker met het bericht over een aardbeving kracht 6.4 op de schaal van Richter in Zagreb. De stad waar een groot deel van mijn familie woont. Ik bladerde door eindeloze beelden van de straten die ik ken, nu vol auto's bedolven onder puin. Musea gesloten voor toegang vanwege doorscheurende muren. De punt van de kathedraal uit grote hoogte te pletter gevallen op het plein. Ik berichtte snel de mensen die dichtst bij me stonden. Iedereen was fysiek tenminste oké. En verbaasde me over de razendsnelle meme-productie. Die de schrijnende situatie Balkanstijl alvast op de hak nam. Bovenop een pandemie die mensen het huis indreef, kwam er een aardbeving die mensen het huis uitdreef. De ironie. Grote getale mensen in de straten die uit paniek zonder jas naar buiten waren gerend, hielden elkaar nu op een kluitje warm. Het meest poëtische beeld was van een groep vrouwen voor een ontruimd ziekenhuis, in nachtjaponnen in de vallende sneeuw, met pasgeboren baby's onder hun arm. Waarvan er 2 geboren waren in schuddende auto's buiten het ziekenhuis, want dat was veiliger dan binnen in een gebouw. Wachten op een teken van veiligheid dat nergens vandaan kan komen. Mijn moeder sliep tot halverwege de zomer op een luchtbed onder een tafel en mijn vader legde alvast jassen klaar in de auto voor het geval er een nieuwe beving zou komen, die ook kwam in de herfst. Toen ik ze opzocht, verklaarde hij dat hij de pandemie verkoos boven een aardbeving. Omdat je voor COVID tenminste in je huis veilig bent. Deze uitspraak is me bijgebleven. In een tijd waarop onze dagelijkse beleving voor een groot deel gevormd wordt door sociale versnippering en de angst voor een virus, blijkt er nog iets ergers te bestaan. Het moment waarop je shelter zich tegen je keert. Waarop het architectonische materiaal waarin je beschutting zoekt, je vijand wordt. Via het werk van Smet, van Sitare Nourani en Met Plezier raakte ik nogmaals gefascineerd door de tegenstelling tussen naar binnen terugtrekken of naar buiten treden.
Shelter in place, shelter in solidarity speelt zich niet af binnen de sociale bunkers van instituten en niet eens tussen muren. Wat is het belang van naar buiten treden in dit project? Maar ik begin bij Enter. Bij shelter, architectuur, bescherming, bij steden. Enter. In de prehistorie, voordat de mens daadwerkelijk begon te bouwen, bood de natuurlijke omgeving enige shelter. De vroegste vormen ervan bestonden uit bomen, die bescherming boden tegen de brandende zon en door de hoogte tegen wilde dieren. Een andere vorm van shelter bestond uit grotten. Betere beschutting voor klimaat, minder voor dieren. In fysieke zin beschermt shelter ons voor de rest van de natuur. Het is een cruciale levensbehoefte, de basis van architectuur. De eerste door mensenhanden gemaakte shelters waren waarschijnlijk gemaakt van stenen en takken, waarbij de stenen aan de basis de takken omhoog hielden, zoals tentstokken een tent op zijn plaats houden. Langzaam leerden we simpel gereedschap maken waarmee we betere constructies konden bouwen van botten, stenen, dierenhuiden. Nog later leerden we werken met zongedroogde aarde, klei, zodat bakstenen de bouwstenen werden van de architectuur. In deze vroege vormen van het bouwen van beschutting speelde zelfvoorziening een grote rol. De kennis van constructie werd van generatie op generatie doorgegeven, verbeterd en aangepast aan nieuwe omstandigheden. En deze DIY-kennis kwam met de Industriële Revolutie definitief een einde. Daar hoort ook het verbouwen van voedsel en het zelfmaken van kleding bij. Het gebruik van beton, wat op dit moment het meest gebruikte bouwmateriaal op aarde is, gaat terug naar ongeveer 4 eeuwen voor Christus. En toch is er bijna geen materiaal wat de huidige wereld beter omschrijft dan beton. De extreme verstedelijking vandaag de dag zet steden onder druk om snelle, goedkope, grootschalige woningen te bouwen voor de 1,5 miljoen mensen die wekelijks toetreden tot de stedelijke bevolking. Als reactie hierop zijn stedelijke omgevingen massa geproduceerd en efficiënt geworden. Beton kan worden gereproduceerd, gestandardiseerd, geprefabriceerd. Het is zo alomtegenwoordig dat we bijna vergeten dat het er überhaupt is. Elke 2 jaar storten we evenveel beton als het totale gewicht aan plastic sinds het werd uitgevonden. Beton heeft bewezen een bijna eeuwig materiaal te kunnen zijn. Maar wat bouwen we nog voor altijd? Ze zeggen dat iedereen een brug kan ontwerpen die staat. Maar er is een ingenieur voor nodig om een brug te ontwerpen die nauwelijks staat. In tegenstelling tot de betonnen constructies uit de oudheid die een ander mengsel gebruikten om sterkte te bereiken, vertrouwen de steden van vandaag op gewapend beton dat barst onder de druk van microbewegingen, waardoor regen in de spleten kan komen en de stalen kern wegvreet. Dat zijn echt mooie afbeeldingen, dus daar wacht ik even op. En deze corrosie baant zich vooral een weg door het verse beton van opkomende economieën. Het eerste woongebouw in Seoul dat van dit materiaal was gemaakt stond 44 jaar voordat de bewoners ontruimd werden voor hun veiligheid. We hebben een materiaal dat in staat is om voor altijd te blijven staan, omgezet in een materiaal dat minder dan 1 mensenleven meegaat. Dus, wat betekent shelter in de toekomst? Editor van Shelter Publications Lloyd Kahn schreef in de jaren 70 zijn boek Shelter. Een onderzoek naar constructies van over de hele wereld die mensen nog in staat stellen zelfvoorzienend te zijn. Hij onderzoekt hierin hoe hij zelf zijn eigen woonplek kan bouwen. Niet vanuit de romantische notie om zich te onttrekken aan de moderne wereld, maar juist als toekomstbeeld. De materialen waar we onze wereld mee bouwen raken op. In times to come, schrijft hij, we will have to find a responsive and sensitive balance between the still usable skills and wisdom of the past and the sustainable products and inventions of the 20th century. Zelfvoorzienendheid en het binnen communities vormgeven van onderdak speelt nog altijd een rol bij counterculture. Via het werk van Smet leerde ik dat in Hoorn, net als in Amsterdam, het behoud van het historische centrum te danken is aan krakers, die niet alleen pleitten voor de sociale stad, maar deze in de praktijk brachten. Ze wisten grootschalige stedelijke vernieuwing tegen te houden, waardoor zowel erfgoed als sociale voorzieningen bespaard bleven. Kraken is een vorm van politiek samenkomen binnen nieuwe woonvormen, waaruit protesten en alternatieven niet alleen georganiseerd, maar ook geleefd worden.
De vraag naar shelter is absoluut niet alleen maar architectonisch. Het zijn sociale vraagstukken over hoe we samenleven. Storytime. In 1992 vielen er bommen op de overblijfselen van Joegoslavië. Toen ik in Zagreb eens keek naar de grijze, modernistische betonnen flats van de wijk Novi Zagreb, Nieuw Zagreb, bedacht ik me dat het dit soort flats waren die in de jaren 90 tijdens de oorlog dienst deden als schuilplekken. Dus, de flats die gebouwd waren uit naam van het socialisme, dienden als schuilplek en bescherming in de destructie van datzelfde socialisme. De stad als levend archief. Tijdens de oorlog ging er soms dagelijks een luchtalarm af als voorbode voor de bombardementen. Die soms kwamen en soms niet. Waarop mensen massaal kelders in vluchten waar ze uren bleven zitten. Dit waren soms oude nucleaire kelders, maar veel vaker kelders die bedoeld waren om fietsen en skis en tenten in op te slaan. Het dagelijkse leven ging door zo goed en zo kwaad als het kon en op een dag zat mijn tante bij de kapper toen het luchtalarm afging. Ze sloeg het aanbod af om te schuilen in de kelder bij de kapper en rende dwars door de straten heen onder de vliegtuigen door naar huis, naar haar eigen kelder, naar haar gezin. Ook schuilkelders zijn niet inwisselbaar. Exit. Dat is het volgende hoofdstuk. Vlak voor de oorlog van de jaren 90 bouwde mijn vader een boot naar een ontwerp van James Warren. Een activistische scheepsarchitect die liever bouwtekeningen verkocht dan dure schepen. Hij gunde iedereen de vrijheid die mobiliteit, zelfvoorzienendheid en op zee zijn met zich meebrengt. En terwijl mijn tante en haar gezin naar binnen trokken, de schuilkelders in, stapten mijn ouders met mij op de boot en trokken ze naar buiten, het land uit. Voor 26 jaar. Zij, omdat zij terug zijn nu. Ik raakte geïnteresseerd in het onderwerp exile, zoals beschreven door Palestijnse literatuurcriticus Edward Said. Exile betekent niet meer terug kunnen naar het moederland. Om politieke redenen, veiligheid, omdat je weggedrukt bent, omdat er niets meer over is van je bestaan daar, of, zo vraag ik me af, omdat het land waar je vandaan komt en de cultuur waarin je opgegroeid bent, niet meer bestaan. Wat al deze vormen van exile gemeen hebben, schrijft Said in Reflections on Exile, is niet een verlies van thuis of de liefde voor thuis, maar het verloren zijn op zichzelf als inherente staat. Bijna 2 jaar lang bracht mijn gezin door op de Adriatische en Middellandse Zee. Wel vertrokken, maar nergens echt aangekomen. Shelter, exile. Enter, exit. 2 kanten van dezelfde munt. Volgens Said leven we, al is het maar vanwege de schaal van moderne oorlogsvoering, in the age of the refugee. Hij beschrijft uitgebreid de onbeschrijfelijke pijn die exile, ballingschap, en masse veroorzaakt. Exile is sometimes better than staying behind or not getting out. But only sometimes, zegt hij. Ondanks dat zijn eigen exile uit Palestina zijn ideeën over de wereld en daarmee zijn werk vorm gaf en die van vele andere kunstenaars, schrijvers en denkers, waarschuwt hij voor het romantiseren ervan. We mogen er niet zomaar voordeel in lezen omdat het geen recht doet aan de dehumanisatie die aan de basis staat. Alle prestaties die door mensen in exile geleverd worden zijn pogingen om het leed van vervreemding te boven te komen. We kunnen geen conclusies trekken uit de enkelingen die vanuit exile triomfen hebben behaald tegen de achtergrond van de eindeloze hoeveelheid ongelukkige mensen die niet geholpen zijn met die romantisering. De stemmen die we nooit horen. Exile is bij uitstek iets wat mensen andere mensen aandoen. Exile is strangely compelling to think about, schrijft Said, but terrible to experience. Maar hij vraagt zich ook af waarom zoiets verschrikkelijks zo makkelijk wordt getransformeerd in een krachtig, zelfs verrijkend motief van de moderne cultuur. Naast de rauwe realiteit bekijkt hij exile ook als een metafoor. De blik van de buitenstaander van een cultuur die vanuit die positie scherper kan observeren. Als staat van bewustzijn die hij ziet als een onmogelijkheid om zich te voegen naar academische vroomheid of verwachtingen, naar de algemeen geaccepteerde lezingen van teksten, naar de status quo van macht en comfort.
Exile begrijpt hij niet als een geromantiseerd privilege, maar als een alternatief op de instituties en structuren die het alledaagse leven domineren. Hij verklaart dit aan de hand van Adorno, die de algemeen geaccepteerde manieren van leven ziet als een geprefabriceerd huis waar we in wonen. Alles wat we zeggen, denken en bezitten is jargon en product. Ingegeven door de onzichtbare context die ons vormt. We kunnen deze context alleen beschouwen wanneer we haar afwijzen. De intellectuele missie van het bewustzijn in exile, dus niet exile, de fysieke staat van vertrokken moeten zijn, maar het bewustzijn waarop je dat exile loslaat, is om deze ogenschijnlijk permanente staten, deze metaforische shelters, te weigeren. Denkers en kunstenaars, ook zij die niet het moederland moesten verlaten, kunnen zich en moeten zich misschien zelfs dit bewustzijn eigen maken. Said vraagt, wat willen we bewaren van ervaringen als we ze beschouwen als iets wat kan verdwijnen? Hij ziet in het bewustzijn van de buitenstaander in exile de kans om niet alleen daadwerkelijke landsgrenzen te overschrijden, maar juist de ingebakken grenzen van het denken en het observeren. De uitdagingen van de huidige tijd, van ecologische crisis en grootschalige destructie van moderne oorlogsvoering, leggen bij uitstek de fragiliteit van onze fysieke shelters bloot. Zoals we de laatste weken hebben kunnen zien in de beelden van Palestina bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn we ook hier afhankelijk van systemen die samenkomen, sociale mobiliteit, wortels schieten in koophuizen of alternatief organiseren zoals kraken, bemoeilijken. Shelter kan daarom niet alleen bekeken worden vanuit architectonisch oogpunt. Het is een politiek, sociaal en economisch vraagstuk en een metafoor. Dat hedendaagse architectuur niet meer een missie mag zijn van efficiënt of esthetisch bouwen, blijkt ook uit het thema van de Architectuur Biennale van Venetië op dit moment. How will we live together? Onder andere in het subthema communities geven architecten en curatoren antwoord op de vraag: wie zijn we? Hoe willen we in de toekomst samenleven, ruimte delen? Hoe bouwen we bruggen tussen mensen? Het is een toekomstvraag die van ons vraagt om vormgeving te laten volgen op de activiteit van onderzoek, observatie en zelfs dromen. Het is een activatie, een oproep tot activisme. Dit brengt ons terug naar de verschillende vormen van het exile-bewustzijn die ik voorbij liet komen. De activistische architect Lloyd Kahn, of architect, editor, Lloyd Kahn, die de toekomst van shelter ziet als een balans tussen moderne technologie en zelfvoorzienendheid. Zodat we een toekomst kunnen dromen in een tijd waarin we de toekomst vooral onmogelijk maken door de uitputting van grondstoffen. James Warren, die met zijn bouwtekeningen van boten mensen empowerde om buiten gebaande paden te treden en mobiel te zijn. De krakers van Hoorn, die vanuit alternatieve woonvormen zoveel bij hebben kunnen dragen aan de stad als archief. En het werk van Setare en Matt, die zowel fysiek als metaforisch gehoor geven aan het oproepen om het bewustzijn in exile te koesteren. Als artist in residence en dus buitenstaanders van Hoorn en als artist exiting residence, het instituut uit, de stad in. Supermooi. We zaten net al een beetje na te praten hierover, maar indrukwekkend. Weet je, het is misschien handig als je... Ja. Dankjewel. Ja, indrukwekkend. En nou, het sluit absoluut aan bij heel veel thema's in ons onderzoek, zoals Tirza al kort had toegelicht. Maar ja, om van wal te steken in mijn aantekeningen. De notie van tijd. Ik vind het wel interessant hoe dat zowel in jouw conversatie net naar voren komt, maar ook in ons onderzoek. Want we hebben zelf ook in heel veel archieven gekeken. Maar buiten dat ook naar datgene dat in mensen zelf besloten ligt. Dus het archief of de oral histories van de mensen zelf, de gesprekken die we
daar dan hebben gevoerd met heel veel mensen zoals het schapen hier. En de kennis en eigenlijk de geschiedenis die daar dan in zitten en hoe dat dan naar een vrij tijdelijke residentie te brengen. Dus er zit een spanning in tussen de eigenlijke limitaties van een residentie en de ogenschijnlijke het instituut zonder limiet, het voortdurende instituut dat maar weer produceert nog een open call, nog een residentie, kennis gaat erin, kennis gaat er ook weer uit, maar hoe behoud je dat? En als je het dan in archieven hebt zitten, of in beton hebt zitten, of in datgene dat besloten ligt is ingekapseld, is geshelterd, hoe maak je het dan weer mobiel? Hoe laat je het leven? Hoe kom je weer in contact met? En dat zijn allemaal vragen die zowel, ik denk persoonlijk zijn, in ieder geval voor ons, voor onze residentie, maar ook raken aan hoe we architectuur hierin begrijpen of kunst hierin begrijpen, wat ze allebei zouden kunnen doen, wat design kan doen, wat persoonlijk contact kan doen eigenlijk. En, ja. Hoe past voor jullie daar publiceren bij in? Want is het belangrijk om die verhalen te bewaren buiten het moment waarop ze gedeeld worden en waarop misschien de overbrugging wordt gemaakt tussen een instituut en mensen? Die overbrugging is misschien wel op een bepaalde manier langduriger dan de residentie zelf. Dus wat betekent bewaren voor jullie? Precies. Ja. Nou, vooral het ontsluiten van, van de verhalen. Die, als we in gesprek zijn met ook veel mensen, maar ook gewoon op straat, onbekend zijn. En er is natuurlijk ook hoe nu naar kunst wordt gekeken of hoe naar kraken wordt gekeken als iets heel negatiefs. Terwijl het natuurlijk ook een hele iets heeft voortgebracht wat eigenlijk ook waar iedereen nu eigenlijk profijt van heeft. Dus dat is ook wat we willen laten zien. Dus die publicaties zijn wat dat betreft niet alleen maar om te laten zien hoe ons onderzoek vormgegeven wordt. Maar het is ook echt om het te delen. En we merken wel van als we naar de tweedehands winkeltjes zijn geweest, er wordt heel veel gearchiveerd in Hoorn, dat sowieso. Ja. En er worden ook hele mooie boeken gemaakt. Die hebben we ook gezien. Ja. Maar heel veel blijft, wordt niet echt ontsloten. Dus wij gaan ook echt de straat op. Dus dat is wel belangrijk. Ja, dat heeft ook te maken met een soort van met leed van vervreemding. Dus die exile, die stemmen die dan niet worden gehoord. Dus bijvoorbeeld al die communities die dan wel in Hoorn wonen. Dan inderdaad ook fysiek in de buitenwijken. Je ziet het al in de kaart zo daarachter op het conspiracy board. Maar zich dan ook vervreemd voelen van wat er in Hoorn gebeurt. Geen aansluiting kunnen vinden op bepaalde manieren. En hoe dan ook die stemmen te laten horen. En daarnaast inderdaad ook hoe leeft het project voort in, niet alleen in ons, wij gaan dan uiteindelijk weg, maar wat laten wij na? Wat voor tools, wat voor connecties, wat voor netwerken laten wij Hotel Maria Kapel na? Of de stad Hoorn, wat voor. Dat zijn allemaal dingen waar we voortdurend eigenlijk wel over nadenken. Je zei net dat heel weinig mensen weten hoeveel bijvoorbeeld de krakers hebben betekend voor de stad. Waarom is credits zo belangrijk? Waarom is het belangrijk om die credits voor dat behoud of de vorm die de stad nu heeft op de juiste plek? Nou, voor de stad sowieso, omdat ze daar nu ook city marketing mee bedrijven. Maar voor mij is het ook persoonlijk, omdat ik zelf heb kunnen groeien ook in de kraakwereld.
als actief in de muziek eigenlijk. Dus ik had gebruik kunnen maken van het netwerk wat er eigenlijk over de heel Europa sowieso lag. Dus dat heeft ook een persoonlijke component. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te vermelden dat dus dan was er de kraakbeweging en de inwoners van Horen hebben zelf daar ook aan bijgedragen, maar dan werd weer opgepikt door Stichting Stadsherstel. En dat ging dan weer verder samen met de gemeente. Dus dat was dan, weet je, bepaalde zaadjes worden geplant. En eigenlijk door actie voeren ontstaat er een vonkje. En dan is het van, hey, we kunnen dit behouden voor gemeenschappelijk gebruik. En dan is het weer interessant om te zien hoe bepaalde idealen weer over tijd veranderen door andere politieke ideologieën, neoliberalisme. En dan komt er weer dat van erfgoed wordt er weer handelswaar gemaakt. Dus vandaar ook die commodity op dat bord. En dat zijn dan zaken waar, waar Horen zelf ook niet aan ontkomt. Dus dat was dan ook wel interessant om mee te maken tijdens ons onderzoek hier. Ja. Weet je wat ik leuk vond aan jullie de eerste keer, we hebben één keer gesproken voor dit, voor nu. Dit is ons tweede gesprek hoor. Maar ik was toen al begonnen met onderwerpen waar ik in geïnteresseerd was. En op de ene van mijn, en ik dacht, ik ga gewoon vertellen wat ik wil vertellen. En dan op het einde dan reflecteer ik op wat Smet heeft gedaan. Of dan aan het einde verbind ik het wel aan elkaar. Maar eigenlijk is elk stukje wat ik tegenkwam uit eigen interesse op de een of andere manier verbonden aan de dingen die jullie hebben gedaan. En een van die dingen is dus dat ik bezig was met Lloyd Kahn, die shelter onderzocht en zijn eigen huis aan het bouwen was. En die scheepsarchitect van de boot waar ik dus op gewoond heb, James Warren, die bouwtekeningen eigenlijk ontwierp om ervoor te zorgen dat mensen mensen die geen experts zijn, een boot kunnen bouwen. Of mensen die het nog nooit eerder hebben gedaan, een best wel complexe boot kunnen bouwen. En jullie hebben workshops gedaan met kinderen, bouw je eigen shelter. Wat ook een soort van, je noemde het zelf misschien niet in die woorden, maar een soort empowering in ieder geval voor die kinderen, om erachter te komen dat ze echt wel iets kunnen bouwen. En ja, wat is het, denk je dat we allemaal meer onze eigen shelter zouden moeten kunnen bouwen? Of wat is eigenlijk het belang van een kind leren dat je zoiets in eigen hand kunt nemen? Dat sowieso. Wij zijn ook, we verschillen ook nog in generatie. En wij speelden gewoon veel meer buiten. Dus we leerden al automatisch om shelters te maken. En wat ik eigenlijk ook wel merk aan deze kinderen die waar we de workshop voor geven, dat ze heel veel skills niet hebben meegekregen en niet meekrijgen. En dat ze het ongelooflijk leuk vinden om uitgedaagd te worden, om nieuwe dingen te ontdekken en die ze van huis uit niet meekrijgen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, en ik merk dan zelf ook bij mij thuis had ik alle ruimte om te spelen, maar ik deed vooral alleen. Mijn enige kind, zo opgegroeid. En ik merk nu ook in de afgelopen workshops die we hebben gegeven en aanmoedigen van de kids en echt het vertellen want heel vaak vragen ze zeggen van hey, kan het niet? Moet ik het alleen doen? Van nee, we doen het samen, laten het zien en later kan je het zelf, maar dan kan je ook weer anderen helpen. Dus omdat eigenlijk van jong af aan mee te kunnen geven, dat is heel erg belangrijk. En dat gaat dan ook weer, zoals er in het beginstukje dan over ons werd gezegd, over de residentie, dat hyperindividualisme, het heeft ook een stukje vertrouwen, daar heeft het ook mee te maken, vertrouwen op elkaar en ook vertrouwen op je eigen kracht, dat je zelf ook een steentje kan bijdragen. En dan ook weer niet in de zin van ieder moet een steentje bijdragen en zo ontwijken we
systematische, nou ja, dat, het heeft en, het is en-en. Het is en je individuele bijdrage, maar ook het tegengaan van systemische onderdrukking. En ja. Ik wil vragen of mensen vragen hebben. Hebben jullie, heeft iemand een vraag? Of opmerkingen? Of gedachtes, anekdotes, verhalen? Ja. Ja. Hoe is er hier onderzoek gegaan? Is het heel organisch gegroeid? Maar van die persoon waar je dan een interview hebt gedaan, ik ken dan toevallig iemand anders waar je het zaken over. Ja. Ja. Ja, zo, ja. Ja, het waren ook niet eens interviews. Het zijn gewoon, hebben koffie gedaan met Joep, koffie gedaan met Christian. Nou, zo ging het dan verder. En ieder vertelt dan weer, hey, praat met Ed. Hey, praat met Martijn. Praat, nou, en zo gaat het dan praat inderdaad weer. En praat met Tom, inderdaad. Stom. En dan spreek je mensen die dan zelf ook weer eigen verhalen hebben en die proberen we dan ook, nou, we zeggen heel open van, hey, we zijn hier in eerste instantie ook niet om onderzoek te doen. We zijn hier alleen maar om even te luisteren. En zo gaat het dan verder. En wat ik in ieder geval zelf wel heb gemerkt, is dat het tijd vergt. En dat is ook helemaal niet erg. Maar dat is wel heel anders dan de soort van de tegenwoordige mentaliteit van dingen bouwen of community building of architectuurbedrijven en een project moet binnen zoveel jaar klaar zijn en pas op het einde zijn er bewonersgesprekken. Ja. Nee, het ging heel organisch. Ja. Dus ik heb niks aan toe te voegen. Maar ik denk dat vond ik juist ook wel het mooie van het onderzoek dat we hier doen, is dat het ook een soort inktvlek was. Dat breidt zich gewoon maar uit, en, maar het ging echt heel organisch. En ik moet ook zeggen dat iedereen in Hoorn erg open was en ja, de gesprekken gingen, waren ook echt super lang. En mij ook heel fijn, ja, 3 uur. Dus, ja. Maar wat hoort nu het eindresultaat? Waar gaan we naartoe? We gaan een infobooth maken. Een car. Een fietscar, zoals je tegenwoordig ook zo'n koffiecar hebt. Gaan wij een fietscar maken en dan gaan we dus de pamfletten gaan we dan distribueren met de gemeenschappen. Ja. Dus we gaan staan en dan. De ideeën die je dus opgedaan hebt, ga je communiceren met ja. Weer andere vrienden. Ja. Ja. Okay. Precies. Als een soort alternatieve VVV. Ja. Ja. Alternatieve zichtbaar. Zeg maar goed. Ja. En dan, nou, dan kan we dus rond. Was ik wel niet. Langs al deze soort van netwerken hier. En op een gegeven moment wordt die kar dus zo enorm groot, want we zenden niet alleen maar, we nemen ook dingen mee. Ook weer voor anderen. En dan op een gegeven moment gaan we. Nou, dan is de kar bijna niet meer te fietsen. Dan moeten we hem voortduwen. En dan duwen we de Mariakapel in. En hier bouwen we hem dan weer helemaal uit. Okay. Ja. Ja. Wordt groot. Nou, wat is dan weer? En Seth gaat fietsen. Dus dat zijn weer nieuwe dingen die door combinaties van ja. Verhalen die je hebt. Ja, okay. Absoluut. Absoluut. Dus ja, zelf,
zelfs van het materiaal, nou, volgens mij ligt dat hier achter, mooi verborgen. Maar zelfs van het materiaal dat we hebben gebruikt in de workshops met de kids, zoals parachutestof, bamboestokken, al die dingen, dat gaan we ook allemaal hergebruiken. Ja. Dus het is echt een soort van voortdurend voortbouwen op en hergebruiken van. Maar wanneer zet je er een punt achter? Wanneer we, wanneer onze residentie eindigt, 30 juli. Ja. Om 4 uur 's middags. Ja. Ja, maar met dit soort materie ben je nooit uitgedacht. Hè? Nee, absoluut niet. Maar we zoeken ook mensen die dit voort willen borduren. We hopen HMK sowieso. Maar het is van de community. Het is nu. Wat ik persoonlijk vaker zeg, is dat het voordeel van een levend archief is. Dat jullie dit nu allemaal weten, dus jullie zijn nu ook allemaal onderdeel van dit archief. Dus jullie kunnen ook niet zeggen dat jullie hier niet van wisten. Dus jullie zijn hier nu allemaal mededeel uit. Nee, zo. Nee, dat hele